Zijn ze niet prachtig? Van Tina, Rienkje, Jolijn en Carina. De missen van Hans van Middelaar uit Sterksel. Zijn bedrijf is genomineerd voor de beste veestapel van Nederland. Dus mogen de modellen zaterdag in Zwolle op de catwalk. Ja, hoe bijzonder is het eigenlijk dat de koeien meedoen aan een soort van misverkiezing? Nou, het is niet zeker een misverkiezing, hè. Zoals ik al zei. Het is echt het totaalplaatje. Je bedrijf, je ondernemerschap, je kengetallen, zeg maar. Oh. Maar voordat de dames een paar dagjes uit mogen, krijgen de beauties nog eerst even een verwenddagje. Inclusief een bezoekje van de kapper. Wat is een beetje de laatste mode eigenlijk bij de koeien? De laatste mode? Ja, op welk gebied? Ja, een beetje een leuke koep. Nee, er is niet zoveel op veranderd eigenlijk. Ja, hoe groot acht je de kans eigenlijk dat ik hier met een miskoesta? Nou goed, we hebben in de subfinale in Zuid-Nederland, daar zijn we eerste van geworden. Dus ja, ik hoop op een plek in de top 3. Oh. De dames hebben wel duidelijk een eigen luddetje. Van Middelaar heeft al met zijn koeien geoefend op het catwalkloopje. In dit geval meer een cowwalkloopje. We hebben geoefend en ze hebben totaal geen moeite mee om aangeraakt te worden of geschoren te worden. Nee. Ja, is dat. In hoeverre kun je een koe een beetje dresseren eigenlijk? Nou, in omgang kun je hem dresseren. Je kan een koe niet zindelijk laten worden, maar je kan een koe wel trainen in het lopen en in de houding, zeg maar. Als ik deze koe een jaar niet zou aanraken, over een jaar kom ik weer met hetzelfde hals, dan kan ze zo wel mee. Ja. Okay. Dus ze vergeet het niet. Nee, ja. Maar naar Olympische Spelen met haar of voor een koets binden, dat gaat niet werken? Nou, op het jeugdjournaal was een koe van iemand uit Zeeland, die had hem gedresseerd, daar ging ze mee springen. Die gebruikte maar een springpaard, die kreeg een paard van de vader en die ging maar op een koe zitten. Dus je kan een koe heel veel leren, alleen je hebt wel iets meer geduld nog eens met een paard. Ja. Het publiek kan ook stemmen op de Sterkselse schoonheden. Ga daarvoor naar crvforall.nl/de beste veestapel. Zo, klaar is klaar. Ja, Antine. Ja, Antine. Nou, succes hè, op de wedstrijd. Woo!